Vandaag rijden we naar Waardenburg. Even de grijs waardelozen. De led heb ik al gelost. Of liggengegooid. En dan wil ik even zeggen, dat heb je natuurlijk in Nederland ook op heel veel plaatsen. Maar hier in Duitsland kom je dat zo vaak tegen. Dat het gewoon zo aangeboden wordt. Dat iedereen gratis daar gebruik van kan maken. Want ik weet niet of je goed te zien is. Hierachter staat ook nog een camper. Daar slaapt ook iemand of mensen slapen daarin. En dat zie je op heel veel plaatsen. Je ziet hier in Duitsland echt op de vreemdste plekken zie je campers staan. En daar overnachten de mensen in. En dat wordt gewoon toegestaan. Dan zie je als je maar geen overlast veroorzaakt. Hè? En dan kun je zoals op plekken zoals dit kun je, je water kwijt. En je chemisch toilet. Einde autoweg. Ah, we hebben niks kunnen filmen onderweg. Want dat is in en al snelweg en dan dit stuk autoweg. Maar dit was dus het einde. Dus we gaan er zo af. We zijn aangekomen bij de camperplaats. Nou, en je ziet het wel. Er staan er eigenlijk maar vier. Maar het staat eigenlijk zo onvoordelig. Dat misschien dat het zes of zeven zou kunnen staan. Of acht hele kleintjes. Maar wij passen daar niet meer tussen, zo te zien. Dat is jammer. Maar er is wel stroom trouwens. Dus dan weet je dat. Nou, je zag het. Het staat hier vol in Waardenburg. We hadden daar helemaal vooraan. Hadden we hem neer kunnen zetten. Maar als ik dat doe, dan kan er eigenlijk verder niemand meer in of uit. Dus ja, die caravan die staat ook een beetje vreemd, heb je wel gezien. Dus we gaan naar een andere plekje. Gea heeft net even gekeken en we gaan naar Edewecht, heet dat geloof ik, ja. We zijn gearriveerd in Edewecht en er is nog plek genoeg. Dit had ik niet verwacht trouwens. En we hebben een plekje uitgekozen daar rechts onder de bomen. Super.